Ik ben Karel Hazeleger, werkzaam bij Broeierij Morre. Ik heb de dagelijkse leiding hier. We hebben een broeierij met traag groeiende vleeskuiken. Een schimmel is de voedingsbodem voor heel veel ellende in je broeierij. En dat hebben we zo en zo hiermee ondervangen door met Heike van start te gaan. Hygiëne was voor ons nu in deze tijd ook super belangrijk. Vanwege vroege voeding zagen wij veel problemen op ons afkomen. En dankzij een goed protocol en ons eigen daar strak aan te houden, hebben we daar toch best wel mooie resultaten van ondertussen. De samenwerking met de Highcare Coach is heel goed. We krijgen alle producten goed uitgelegd. Zijn er vragen, dan is er ook direct een antwoord. Nou, de laatste tijd heeft Broederij Morre flink wat veranderingen ondergaan. Aan de ene kant door toekomstgericht in te spelen op vroege voeding voor de kuikens. Aan de andere kant hebben we vanuit het verleden wat problemen met schimmels gehad. Door een bedrijfsspecifiek reiniging- en ontsmettingsprogramma op te stellen voor dit bedrijf, hebben we daarin bijgedragen om problemen onder controle te krijgen en daar verder beterslagen in te halen. Naast een bedrijfsspecifieke aanpak op het gebied van reiniging en ontsmetting is het ook cruciaal om het personeel mee te nemen in de gedachten en de werkwijze op het gebied van hygiëne. En samen met hun en door middel van coaching en training kunnen de doelen behaald worden die we gesteld hebben op dit bedrijf. Heiker heeft voor ons toch wel een paar goede punten opgeleverd. Ten eerste de schimmels uit de broeierij, daar zijn we eigenlijk vanaf. Dan hebben we nog in de uitkomst de vroege voeding. Dat vonden we een heel lastig stuk. Daar hebben we erg tegenop gezien. Maar qua hygiëne is dat ook erg meegevallen. En de kuikenkwaliteit kunnen we toch wel zeggen dat die niet daardoor in gevaar is geweest. Ik kan het anderen zeker aanraden om ook met Highcare te gaan beginnen. En we vinden toch dat we behoorlijke stappen hebben gemaakt. En dat we op deze manier de toekomst wel in vertrouwen tegemoet zien.